U kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Ten noorden van Nederland ligt een laag drukgebied en bewolking daarbij behorend schampt de Wadden. En die bewolking breidt zich nog iets naar het zuiden uit. De rest van de wolken boven het land zullen vanavond grotendeels verdwijnen. Maar in het noorden dus wat wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog. Temperatuur ligt rond de 14 graden. Vannacht dalend naar een graad of 10 in het binnenland. Met in het zuiden van het land ook kans op nevel of een mistbank. Daar houden opklaringen het langst vol. Terwijl in het noorden van het land de bewolking wat verder toeneemt. Morgen overdag ook wolkenvelden. De meeste in het noorden van het land. Misschien een spatje regen. Maar verder is het op de meeste plaatsen toch echt wel droog. Temperatuur Temperaturen liggen rond de graad of 18 en er waait een matige wind uit het noordwesten. De dagen die volgen verandert dat in eerste instantie nog niet of nauwelijks. Zeker niet op de woensdag. Maar donderdag draait de wind naar het noordoosten. Dan komt er wat drogere lucht het land in, maken wolkenvelden minder kans. Schijnt de zon dus vaker en loopt de temperatuur ook op. De temperatuur komt uiteindelijk boven de 20 graden uit. En de vraag is een beetje in hoeverre dat die temperaturen dat vol gaan houden. Nou, dat gaat wel redelijk lukken. Vanaf zaterdag steeds zo rond de 20 graden met een redelijke spreiding. Daarbij dat dan wel. Maar zeker niet onaardig najaarsweer. En ook wat neerslag betreft is er niet heel veel aan de hand. Vooralsnog blijft het droog. En pas ver in de volgende week moeten we rekening houden met wat meer regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.